Yo mensen, Bassie hier, terwijl Bassie stand. En ik wil jullie fucking erg bedanken. Daar begin ik gewoon mee. Met de support op de laatste video. Bijna 70k views. Over de 6k likes. En vandaag ben ik daarom terug. Met weer een FIFA video. Ik heb gezegd dat er niet veel meer zullen komen. Maar ik had nog wat coins op mijn account staan. Ik heb wat spelers verkocht. En ik heb wat packs geopend. En ik kan die packs je niet ontnemen. Laat ik het zo zeggen. Dus die ga ik je zo meteen laten zien. Dan ga ik nog een paar wedstrijden spelen zelfs. Very rare is dat, want ik zou eigenlijk niet meer FIFA gaan spelen. Maar ik doe het dan wel op mijn eigen manier, een beetje kloten. Want dan heb ik toch nog een beetje plezier in het spelletje. Ik wil jullie sowieso vragen om die like button aan te tikken, aan te smashen. Ik hoop dat jullie me minstens 5000 likes kunnen geven. Dat is heel veel gevraagd. Maar ik hoop het echt dat jullie dat kunnen doen. Vorige keer hebben we de 6000 kunnen halen. Dus smash nu even dat duimpje omhoog. Ik weet dat het altijd cringy as fuck is. Als mensen erom vragen voor het begin. Maar het helpt gewoon enorm. Dus daarom vraag ik het ook. Anders had ik het ook niet gevraagd. Dus ja, heb je nog niet gedaan? Abonneer dan ook meteen even. We gaan onderweg naar de 130.000 abonnees. De support doet me goed. Motiveert me ook meteen weer. Om zoals nu weer nieuwe video's te maken. Want dat is toch een beetje hoe het is. Kijk, je kan het wel voor jezelf doen. Maar je motivatie helpt natuurlijk wel als mensen je supporten. Maar goed, ik ga je dus nu even de packs laten zien. Die ik heb geopend met coins. Die ik eigenlijk over had op mijn account. Die packs ga ik je even laten zien. En daarna ga ik ook even wat de gameplay vertonen. En dan ga ik even kijken hoe goed die spelers zijn die ik gepakt heb. Dus geniet ervan. Druk dat duimpje omhoog in. En dan gaan we nu beginnen met de packs. Let's go. Ja, we hadden dus de SBC, de Ultimate SBC spelen. Ik denk, ik ga hem ook maar een keer doen. We zien natuurlijk de grijze letters. We gaan natuurlijk de blauwe flare zien. En dan krijg je dus uit het beste team, wat de season team. Ik zag de Nederlandse vlag. Ik wist, dit is niet Wormgoor. Dit is Big Fucking Virgil van Fucking Dijk. Fucking hell, fucking amazing. Hij gaat natuurlijk in mijn team komen. Het is een team, wat de season 96 rated. En deze man is bizar. Ik heb er zelfs plan om hem ook in de spits nog op te stellen. Hier krijgen we nog de volgende pack. Ik had natuurlijk wat coins nog over. Dus ik ging gewoon even 100k packs openen of 50k packs. En hier zat dus een rare team of the season in. Maar daarachter zat Luka Modric. 91 rated. Dus dat was erg prettig. Een team of the season plus een 91 rated speler is niet iets om over te klagen. Goed, we listen hem even. Ik weet niet of dit allemaal erop moet. Maar we listen hem dus voor 52.000 coins. Hier ga ik even de boel versnellen. En dan gaan we even door. Weer spelers verkopen. We hebben weer 100.000 munten zoals je kan zien. Dan openen we weer een packie. We doen even de glitch. We drukken 100.000 munten in. Nooit meer munten openen. Maar ik ben Bas van Velzen. Ik heb daar heel veel schijt aan. Dan zien we een witte flare. We zien weer een icon. Het is een Italiaan. Het is een spits. En het is Pippo Inzaghi. 85 rated. Heb ik pas later verkocht. Omdat er maar heel weinig op stonden. Er stonden maar twee op de transferlijst. Of op de transfermarkt. Van deze versie van Inzaghi. En ik heb hem uiteindelijk verkocht voor 290.000 geloof ik. En die zit ook nog een 88 rated en een inform erbij. Dus dat was een prima packie. Ik zat eigenlijk alleen maar te focussen op de blauwe flare. Maar ik kreeg uiteindelijk dus de witte flare. En dat is altijd lekker meegenomen. Inzaghi dus. Dan gaan we nu door naar de volgende. Ik heb hem dus hier weer wat munten verzameld. Dus sprokkelen, sprokkelen, sprokkelen. Zien we hier 100.000 munten openen. We zien hier de blauwe flare. We zien hier de blauwe flare. We zien hier de Schotse vlag, moet ik zeggen. Het is linksachter. Het is zijn teamgenoot Robertson. En dit is een hele lekkere. Ook dus een speler uit het beste team van de Team of the Season. Ik weet niet of ik dat zo goed zeg. Hij is hem even lekker aan het binnenhengelen. Maar die Robertson, daar was ik wel fucking blij mee. Want die past natuurlijk perfect naast Virgil van Dijk. Ik zie dat wij nog steeds in Schotland verkeren van zeg. Maar ik denk wel dat ik het goed heb. Mijn topografie is niet zo heel best. Maar zo, stik voorzichtig. Maar we gaan gewoon lekker door. Hieraan, hoppa, nog een team of the season. En Ribéry en natuurlijk de fucking troll Mandzukic. Die kon natuurlijk niet achterblijven. Deze gaan we dus even op de transferlijst zetten. En de rest wou ik wegdoen. Ik weet niet precies hoe ik dit heb gedaan. Ik heb alles in de club gegooid blijkbaar. Hier nog een keer 100.000 munten openen. Hatsi, flatsi, flatsi. Dit is dan de laatste pack die we openen. Het is een normale flair. En je gaat het meemaken. Ik heb hem al 4 of 5 keer gepakt. Het is natuurlijk Neymar. Die eigenlijk ook in de beste team van Team of the Season had moeten zitten. Maar goed. Ik hoopte al dat het een Neymar zou zijn natuurlijk. Als je geen Team of the Season kan pakken. Dan hoop je natuurlijk om een speler zoals Neymar. Dit is de 4e of 5e keer. Goed, dan is dit het team. Waar we mee gaan spelen, zoals je ziet, blind had ik in de verdediging gezet. We spelen hier tegen Rastas, 4 icons, waaronder Gullit,
Prime, Eusebio en twee Prime Moments, Prime Moments Icons. Jezus Christus, gaat lekker, Bas. Hier hebben we natuurlijk Virgil van Dijk. Die gaat achter de bal staan. En boom! Die schiet hem even binnen. Tegen dit team is dat aardig lekker. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn keel. Dus ik moet even drinken. Want anders gaat het commentaar natuurlijk niet goed komen. Maar je ziet het. Hij racht hem met volle snelheid tegen de touwen. De keeper kon er nog wel aan zitten. Maar die wist al dat het niet genoeg zou zijn. Dan worden we hier nog compleet gerekt door deze fan met Depay. Nou, gefeliciteerd. Eusebio knalt hem ook nog even in de kruising. Hier dan. Krijgt hij een mooie redding van Van der Sar. Oh nee, toch niet. En dan krijgen we hier nog een aanvalletje met Sterling. De beste Sterling staan aan wal. Kijk eens, schijnbeweging. Hoppa, schaartjes afleggen. Boom, Depay binnenschieten. 3-2. Dachten we nou, we komen terug. Gaan we natuurlijk volle bak spelen. Komt hier Martinez, die is vers tegen Van Dijk. En zelfs Van Dijk kon deze bal niet stoppen. Dit is een mooie goal. Moeten we eerlijk toegeven. 4-2. Dan komen we tegen dit team. FC Barcelona. Ik vind dit wel een origineel team. Het is oud Barcelona en nieuwe. Of nieuwe recente. Alleen Zanetti, kan me niet van heugen dat hij bij Barça heeft gespeeld. Maar goed, hier dan de eerste actie met Hazard. Die krijgt hier een penalty, want die wordt in zijn rug gepoord door Piqué. Die snapt er zelf helemaal niks van. Maar dan gaat natuurlijk één man maar achter de bal staan. En dat is Virgil van Dijk, dames en heren. Mm. Ah, ik heb light ranje met mineraalwater. Van normaal water, Evian. Geen spon. Maar hier gaat Van Dijk achter de bal staan. Big Virgil. En deze man, die twijfelt niet. Hij doet net zoals hij hem links gaat schieten. En ik zie, ja, ze loopt. Maar dan schiet hij hem rechts in de cruise toe. Dat is lekker, dames en heren. Dat kan ik je vertellen. Doet even een heerlijke ratslag. En wat ziet die kaart er toch geweldig uit. Ik had natuurlijk zijn team of the year ook. Die heb ik dus verpatst voor om packs te gaan openen. Zoals je in de vorige video hebt kunnen zien. Heb je dat nog niet gezien? Kijk die dan nu even rechtsboven in ietsje, als ik het niet vergeet. Maar goed. Hier dan de tweede aanval met Paulus Pogba. Dus kijk eens, die wipt hem op. Huts, die steekt hem op Fekir. Daar heb ik de SBC van gedaan. Die is natuurlijk stijf links. Die doet een coquette en dan komt er een zieke delay, jongen. Ik weet niet wat dat was. Maar daardoor trapte hij hem voor zich uit. En daardoor was de timer hoor helemaal verkeerd. We krijgen in ieder geval een corner. We gaan hem Depay laten nemen. De Nederlander. Want die heeft een hele goede connectie met een andere Nederlander. Je mag raden wie. Hij legt hem op de penalty stip. Boom! Virgil van Dijk. Zo. En ik heb hier last van mooi. Hij belt natuurlijk met Bruin. Oh nee, dat is het verkeerde kanaal, sorry. Dan hebben we hier Depay. Kijk eens, die curver. Geweldige curver. En dan hier natuurlijk Big Virgil. Die loopt nog even provocerend om Piqué heen, geloof ik. Maar je zag het hier, Pujol. Geen schijn van kans. Hij probeerde nog wel, maar de timing was compleet verkeerd van Pujol. En dan is daar Virgil van Dijk, dames en heren. Dank u. Goed watertje. En dan belt hij natuurlijk met Brouwer. We kennen de meme van Slotta. Ging trouwens wel per ongeluk. Hier dan, de corner voor de tegenstander FC Barcelona. Krijgen we hier een countermogelijkheid. We hebben Ibrahimovic ingebracht in de tweede helft. Dan is daar Del Piero. Die steekt hem terug op Ibrahimovic. Ibrahimovic steekt hem door op Sterling. En Sterling, als hij eenmaal gaat rennen, jongens. We weten het natuurlijk allemaal. Die is natuurlijk op de brommen. Kijk eens, Hatsi Flatsi naar binnen en schieten. Dan maken we 3-0. Met twee goals onder andere van Van Dijk. En dus eentje met Raheem, de Dream, de Scheme, de Meme, Sterling. En dan zitten we op rozen. Dan hebben we een Jantje uitgedeeld. Het is niet officieel een Jantje, want een Jantje is de eerste helft natuurlijk. 3-0. Hier dan onderschepping Pogba. Stuurt hij Del Piero weg. Del Piero, wat gaat hij doen? Hij legt hem af op Sterling. Het is sweaty, dus daar maken we nog even een actie naar binnen. Wordt hij nog bijna van de lijn gehaald, maar dat gebeurde voor hem helaas niet. Voor mij was dat wel lekker dat hij hier binnen viel. Tweede goal van Sterling ook. En dan is hier vanaf de aftrap Barcelona met natuurlijk Team of the Season Messi. Krijgt hem hier terug, schiet hem met zijn rechterbeen in de kruising. En hij laat op zijn playcard even zien hoeveel doelpunten hij heeft gemaakt. Dat is er namelijk maar één. Hier Ibrahimovic. En dan gaat Del Piero natuurlijk 1-op-1 op de keeper. En dan moet je het niet doen met hem. Want dan gaat hij met de La Croqueta eromheen. Dan legt hij hem fancy af. En dan wordt hij afgemaakt door Zlatan Ibrahimovic. Staat het 5-1. En dan, dames en heren. Dan vond ik het een mooie tijd om Virgil van Dijk in de spits te zetten. Samen met Ibrahimovic, geloof ik. Je kan het hier zien. We zetten Del Piero op het middenveld en Pogba achterin. Een beetje skillen met Pogba achterin. Er is helemaal niks mis mee. Een verdediging van Blind, Pogba en Dumfries. Kijk eens. Pogba, balrol. Gaat hij? Hoppa, gooi hem eroverheen. Ik weet niet wat die skill move heet ongeveer. Hij wift hem weer op. Gaat hij? Dubbele schaar. Huts naar binnen. Afleggen. Ibrahimovic. Sterling. En dan proberen we natuurlijk Van Dijk in stelling te brengen. Maar dat lukt helaas niet altijd. Hier is Robertson. Naar zijn teamgenoot. Virgil van Dijk. VVD. Eén grote chaos. Maar uiteindelijk krijgen we de bal niet in de goal. En dan is hier de clearance van de
Verdediger, zie je dan Van Dijk. Die probeert er langs te komen, maar goede tackle van de keeper. Wij willen Van Dijk laten scoren. En dan zitten we inmiddels in de 96e minuut. We gaan de 97e minuut in, terwijl er 3 minuten extra tijd bij kwamen. Hier de Akka, nog een Akka. Die gaat goed 2 keer en dan de Schaar, die gaat helaas mis. Zo winnen we wel met 5-1. Kan het toch concluderen dat Virgil van Dijk team of the season een fucking brute kaart is, kan ik je vertellen. Want daar zat er ook defensief goed bij. Hier, man of the match, 9,4 in de spits. 2 goals, geen stress. Vrije trappen, corners, penalties. En in-game kan hij ook wel een doelpuntje maken, kan ik je vertellen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Smash dat duimpje omhoog. Ik blijf het zeggen. Bedankt voor de enorme support. En druk, als je dat belletje nog niet hebt opgeraad, druk dat belletje even in. 21% van mijn abonnees heeft het belletje nog maar ingedrukt. Dus druk dat belletje in. Ik ben bezig met de statistieken te ontdekken en dat soort ongein. Dus druk dat belletje in, druk dat duimpje in. Reageer welke team of the season jij hebt gepakt. Want dan weet ik namelijk of ik echt lucky was met mijn Virgil van Dijk. Like, abonneer, reageer. En dan zie ik je bij de volgende video. Joe!